Bijna 120 terreinauto's baanden zich zaterdag een weg door het 28 hectare grote terrein van Punter Zand- en Grondwerken in Nijenholtpaden. De Rotary Club Wolvenga organiseerde daar voor de zesde keer een 4x4 trial. Met dat behendigheidsevenement voor bestuurders van vier wiel aangedreven auto's haalt de serviceclub geld bijeen voor goede doelen. De organisatoren hadden een prachtig uitdagend en waar mogelijk spectaculair parcours uitgezet. Als de capaciteiten van de auto eens overschat werden, waardoor men niet op eigen kracht verder kon, dan was er snel hulp van een van de vele tractoren die in het terrein aanwezig waren om gestrande rijders weer los te trekken. Zonder uitzondering zaten de auto's van onder tot boven onder de modder. Om de deelnemers ook weer veilig huiswaarts te kunnen laten keren, werd met medewerking van de brandweer Wolvenga de mogelijkheid geboden om na afloop de auto te ontdoen van de modder. In de middaguren werd het terrein bevolkt door zo'n 1000 mensen. De opbrengst van €6.000 gaat naar goede doelen. Een project van Edukans waarbij AOC Terra in Wolvenga zich inzet voor onderwijs in het door oorlogen getroffen Oeganda. Daarnaast wordt er voor oudere inwoners van Westellingwerf een gezellige middag georganiseerd.